Welkom naar David Plays Games, een leuke kanaal met een twist. Je kan van alles zien op mijn kanaal. Ik zou het leuk vinden als je naar mij kijkt. What's up YouTube, Gina hier van David Plays Games. In deze voice-over Ark Survival Evolved game informatie video laat ik jullie weten waar je de eieren kunt vinden van de vuur, bliksem, giftig en ice wyvern in de map Ragnarok. Om die zelf groot te brengen, trainen en gewoon weg te houden. Zelf zit ik in singleplayer in creative mode. Dan word je niet afgemaakt, kan ik je zeggen. Wil jij zelf ook in creative mode gaan? Dan typ je het volgende in als je op de PlayStation zit. L1, R1, vierkant, driehoek en admin command give creative mode of GCM. Op de Xbox is dat LB, RB, X, Y en dan GCM. En op de computer is dat tab en dan de command GCM. Als je het goed hebt ingevuld, dan zie je linksboven een vakje te zien met daarnaast admin command. En als je opgeslagen en afgesloten hebt en weer opstart, dan zie je bij de pauzemenu creative mode aanzetten. Ik vertel ook wat de latitude en longitude is, oftewel in het kort lat en long. Excuses als de GPS soms niet goed zichtbaar is. Ook een leuk weetje, als je niet achtervolgd wilt worden, gebruik dan de admin command leave me alone met de hoofdletter LMA. Een voorbereiding, maak wel een koelkast met vonkpoeder om de eieren erin te zetten, zodat ze goed blijven. Als je ze niet meteen wilt uitbroeden, want zo verwelken ze niet. Ice Wyvern heeft 5 plekken waar de ei zich kan bevinden. Plek 1 is lat 37,7, lon 65,0 in een cirkel van bomen. Plek 2 is lat 44,4, lon 58,9 op de grond. Plek 3 lat 47,0, lon 51,7 op het rand van een klif. Sorry dat ik stotterde net. Plek 4, lat 33,5, lon 68,8 op een verstopte richel. En de laatste plek, plek 5, lat 42,8, lon 55,2 op een steenrichel. De vuur, bliksem en gif wyvern zijn bij elkaar in een vulkanisch kloof, waar je op 3 punten in en uit kunt gaan. Punt 1, lat 17,3, lon 67,3. Punt 2, lat 20,9, lon 68,7. En de laatste punt, punt 3, lat 25,5, lon 64,3. En als jij in de vuurvulkanisch kloof, zeg maar, zoekt naar de gif, bliksem en vuurwyvern, dan moet je echt heel goed rondkijken, want ze kunnen in de muur zitten, ze kunnen boven op een richel zitten of een klif zitten of op de grond of achter een pilaar of wat dan ook, zeg maar. Dus hou dat in gedachten in de vulkanische kloof. Laat mij weten of je ze gevonden hebt in de reacties onder deze video. Vonden jullie het leuk? Geef het duimpje omhoog. Deel met je vrienden. Check de linkje in de beschrijving om mij te volgen en te joinen. En ben je nieuw, abonneer je met het belletje. En nogmaals, bedankt voor het kijken en tot de volgende video.